PSV op de platte kar naar de rest van de uitwedstrijden. Feyenoord laat waakvlam doven en FC Twente verliest punten, maar wint terrein. Verder is Arno Vermeulen afgevallen bij AZ, was Alex Kroes de grote winnaar op donderdag en was het ronduit genieten op woensdagavond. Het is een ongewone vrijdagavond, maar ga er nog maar goed voor zitten voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel. Gebruik je verstand, godverdomme. Goedenavond, kijkers van de YouTube-livestream. Fijne vrijdagavond. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug weer in een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Ook na een midweekse speelronde nog steeds de Eredivisie-podcast. Waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 9 wedstrijden en alle 18 teams door de ogen van 3 amateurs. Van Tim, Pepijn en ikzelf zijn de amateurs. En we worden vergezeld door een professional, want hij is terug in de studio. Michel Dodeman. Ja, superleuk dat je er bent op de vrijdagavond. Dankjewel. Je had heel veel beter te doen. Alles afgezegd, alles uit je handen laten vallen. Nou ja, ik hoorde dat er een aandeelhouder nodig was in de studio om een beetje te duiden. Ja. Dus dan ben ik niet te beroerd voor. Ja, heel goed. En we komen er zo op. Maar voor de mensen die je niet kennen, je bent sportjournalist. Onder andere van De Speld en Hartgras. Heel gezondheid. Gezondheid. Schrijver van het boek Doorspelen. Ik heb je nog nooit horen niezen, denk ik. Hoe was het? Harder dan ik dacht. Ja, ik heb ook verschillende soorten niezen gehad. Dus ik heb een tijd lang heb ik soort van dat ingehouden niezen, weet je wel. Dus, maar dat doe jij toch, Gijs? Nee, alleen en toen hoorde ik op een gegeven moment dat alles binnen kapot gaat als je het niet laat lopen. Nou, daar heb je goed naar geluisterd. Maar dit was ook wel een beetje een shownies. Ik vond hem hard. Ja, ik vond hem okay. Net harder dan nodig leuk was. Leuk programma trouwens, laat John de Mol niet horen. Ja, hier komen we nog eens ergens. Op de vrijdagavond, goed Michel, waren we bij jou. Je bent sportjournalist, schrijver van het boek Doorspelen en, ga niet te veel teasen, een aankomend boek. 60% van het Weile-komisch duo samen met Tim, die andere 40% zit ook aan tafel. In 2019 uitgeroepen sportjournalistiek talent van het jaar. En we vragen je altijd even over een kleine update van Real Murcia. Maar dat is meteen Komt die Scoop van Evert ten Apel. Komt die Scoop? Het is ook weer Evert ten Apel vrijdagavond. Komt die Scoop is de vraag die nog nooit aan jou gesteld is. En ik denk dat deze nog nooit aan jou gesteld is. Nou, vraag het luidt namelijk, wanneer jij voorzitter wordt van Real Murcia, hou je dan skin in the game? Nee, geen skin in the game. Nee? Dat zeg ik altijd. Je kan geen skin in the game hebben en een bestuursfunctie bekleden. Ik was in, dat zeg je altijd. Dat zeg ik al jaren eigenlijk. Ik was in februari nog bij Real Murcia, bij een wedstrijd tegen Real Madrid Castilla. Ongekend pak slaag. 5-1 verloren. Dat was echt niet best. Maar nee, ik zou ook nooit... algemeen directeur lijkt me geen fijne baan. Oh, even voor de luisteraars. Je hebt echt aandelen, Real Murcia. Ja. Derde, vierde niveau van Spanje? Derde niveau. Ja. Het gaat al steeds beter. Het was een tijdje dat we even keken naar promotie. Maar nu de weg naar beneden is weer ingezet. Heel goed. Dus dat is jammer. Jullie worden toch 1 keer per jaar uitgenodigd daar? Als aandeelhouders of dat niet? Of je gaat 1 keer per jaar naartoe? Ik ben nu 2 keer geweest naar een wedstrijd. Ik probeer eigenlijk elk jaar te gaan. Maar ik was bijna naar een wedstrijd ook in Ibiza gegaan. Maar dat ging toen niet door. Nee, we worden niet meer uitgenodigd helaas. Dat moet je echt zelf regelen. Maar dan word je wel met alle egars ontvangen. Maar heb je dan wel een stoeltje met reservation? Of niet? Nee, laatste keer niet. Okay. De eerste keer wel. Vet. En weet je hoeveel aandelen je hebt trouwens? Of kan je er niet zoveel loslaten? Ik zit meer aan de Michael van Praag kant dan aan de Ajax Kroes kant. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Goed dat je er bent in ieder geval. Tim, ook vrijdagavond is er nog een koning van de derde helft verhaal? Of niet? Nee, dat is altijd om aandacht. Ah, dus, okay. Dus ik heb nu wel even even voortbordurend op de koning van de derde helft verhaal van afgelopen maandag. Mm-hmm. Over syndroom van Down speler Evert. Ja. Kunnen jullie het nog heugen? Zeker. Ja. En we hebben een reactie erop gekregen van Chris Borst 4488. En die zegt, ik heb dus vet vaak in de jeugd tegen Evert gespeeld. En GSV vroeg altijd aan het begin of hij mee mocht doen. Maar hij had gewoon hetzelfde niveau als de rest. Dus dat was vet oneerlijk. Maar je kan ook geen nee zeggen.
Ja. Best interessant soort van geheim wapen. Dat je gewoon dan iemand op die manier zo goed traint dat hij even goed is. Maar het zou nog harder zijn als hij bij een team zou spelen dat veel slechter was. Ja, dus dat hij veel beter is. Ja, dat je zo vraagt, mag hij meedoen? Ja. En dan ineens en je ster inbrengen. Ja. En meester Bart reageert eronder, ik dacht oprecht dat het over Evert en Apel ging, totdat ik het fragment zag. Heel goed. Oké, een goede update. En maandag dus weer, dan zijn we er weer. Met een nieuwe koning. Dat was niet. Natuurlijk, want we zijn al... Dat was niet Evert en Apel. Pepijn, alles goed met jou, jongen? Vrijdagavond, Breda gekomen. Ja, ik heb een zieke dochter, al een paar dagen. Dus ik ben ongeveer 48 uur wakker. Want kinderen worden 's nachts altijd veel zieker. En dan gaan ze huilen. Dus als ik rare dingen ga zeggen of wegval, grijp even in. Ja, we zullen ingrijpen. Maar 's nachts zieker? Ja, dan zeg maar, overdag zijn ze ook ziek. En dan moeten ze huilen en dan slapen ze niet echt goed. Oh. Maar dan is dat niet zo'n groot probleem. Je bent een beetje zo'n speler die nu net een interland heeft gespeeld in Uruguay. En dan meteen weer terugkomt en dan weer moet spelen. We stellen je gewoon meteen op. De kans op blessures is vrij groot. Maar ja, jullie hebben me nodig. Dus, Absoluut. We gaan naar het voetbal beginnen zoals altijd bij de koploper. Maar ja, we mogen ze nog niet officieel kampioen doen. Maar PSV speelde uit bij Excelsior. En ondanks een zenuwachtig eerste uur verloor PSV niet. Maar won het ook niet met 10-0. En na maandag blijkt dus toch een middenweg. Social media beheerder Peter Bos was tevreden na de zakelijke 0-2 overwinning op een doordeweekse werkdag. Excelsior won voor de 10e keer op rij niet. En blijft zo, jezus, hij gaat lekker, op plaats 16 staan. Pepijn, PSV kan nu echt de platte kar bestellen. Hè? Ja, hoe gaat dat eigenlijk? Wat bedoel je? De platte kar bestellen. Ik denk gewoon een soort samenwerking met zo'n platte kar huurbedrijf of zo. Plattekar.nl. Ja. Zijn er echt verhuurbedrijven gespecialiseerd in platte karren, denk je? Ja. Waar worden ze normaal voor gebruikt eigenlijk? Het is normaal. Het is toch eigenlijk gewoon een tractor met een aanhanger. Waar niks normaal hooi en zo. Dan halen ze die, denk ik, die. Maar zijn er mensen die thuis een platte kar hebben? Of is dat iets wat je altijd moet huren of zo? Of heeft elke club een platte kar ergens staan? Uit de stofverhaal. Nee, maar het is. Hij kan besteld worden. Maar ik denk dat dit de grootste anticlimax is die had kunnen gebeuren. Het enige wat dit seizoen van PSV nog een beetje glans had kunnen geven, is als ze verloren hadden van Excelsior. Maar dat hebben ze niet gedaan, stom genoeg. Waardoor ze nu eigenlijk officieus kampioen kunnen we ze bijna gaan noemen. Het gaat als volledig als een nachtkaars uit. Ik was afgelopen vrijdag naar NAC met de burgemeester. En ik zei, is dit nou nog wel een leuk seizoen? Hij zei, ja, tuurlijk wel. Want we kunnen ongeslagen kampioen gaan worden. Dus ik kwam tegen dinsdag op kantoor. Ik zei, het is een vreselijk seizoen geworden uiteindelijk. En dat moest hij eigenlijk wel toegeven. Want het is het meest, eigenlijk een soort van mythische kampioenschap had het kunnen zijn. En het wordt een soort van het saaiste kampioenschap van de afgelopen jaren. Het is gefeliciteerd dus PSV. Bedankt PSV. Ja, maar PSV laat wel de tekortkoming van de mens zien, toch? Dus eigenlijk zouden ze van tevoren altijd hebben getekend voor een kampioenschap. En nu zijn ze 100% minder blij dan dat ze van tevoren hadden gedacht met het kampioenschap. En dat allemaal dankzij Peter Bos. Peter Bos. Ja, ik zag een reactie, want ik vond, hij was tevreden met de overwinning, maar niet echt tevreden natuurlijk weer. En ik zag een reactie ergens onderstaan na de wedstrijd tegen NEC, dat Peter Bos reageert op wedstrijden die hij verliest, alsof zijn hele familie is omgekomen bij een auto-ongeluk. En toen dacht ik, maar dat doet hij ook bij een overwinning. Bijna die, zeg maar, die boosheid die hij in zich heeft. Maar ik ben er nu achter waar mijn frustratie met Peter Bos zit. Want als je heel goed oplet, staat zijn bril altijd een beetje scheef op zijn hoofd. En is dat echt waar? Ja, het staat net scheef. En dat lokt iets uit. Dat is een soort van imperfectie van zeg maar, volgens mij de mooiste mensen. De gulden snede. De gulden snede. En die heeft hij volgens mij wel, totdat hij zijn bril opzet. En zijn bril zit scheef, dus... Let erop. Oh, maar je hebt toch ook altijd, als je zelf in de spiegel kijkt en dan een foto maakt dat je ogen links heel laag en rechts heel hoog zitten. Ja. Misschien heeft hij dat dus niet, want hij ziet het dan perfect recht, terwijl alle kijkers zien dat zijn bril helemaal scheef. Ja, ik denk dat het is, ja. Ja, maar bij PSV gaan ze dat kampioenschap, ik bedoel, als ze eenmaal echt kampioen zijn, ze mogen op de platte kar wordt besteld, dan is het toch gewoon een groot feest. Dan is het toch een geweldig kampioenschap. Ja, tuurlijk. We hebben Peter Bos nog nooit zien feesten, toch? Hij heeft toch ook nog nooit... Nee, ja. Jawel, heeft Johan Cruijffschaal, maar oké, dat is... Ik denk wel dat we hem nog nooit uitzinnig zien feesten. Nee, maar ik denk dus dat het een hele... Ik geloof echt dat het een hele leuke man kan zijn. Niet voor de camera per se. En dat al die jaren frustratie van geen prijs pakken, dat gaat er nu uitkomen. Ja. Dus dat gaat misschien
dit seizoen het meeste glans nog geven. Ik heb één foto ooit gezien, die ken je denk ik ook wel, dat hij op Curaçao met Ziyech stond, weet je wel? Oh, in zijn korte broek en zo. Dus ik wil... Die cocaïne van die billen van zo'n hoer. Ja, die ken je toch, die foto? Maar ik heb ontzettend veel zin in... Laten we daar kunnen nog naar uitkijken. Uitbundig feestende Peter Bos. Maar wat je zegt is wel waar. Het is een belachelijk goed seizoen van PSV. Je weet Ten Hag met die Brazilianen zo, weet je? Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Ja, veel kampioenschappen hebben wel het legendarische moment. Ron Jans met Pek Zwolle toen, bij de beker. Ja, zeker. Qua spelers, naar wie kijken we uit om te zien feesten? Joey Veerman, die dan om 4:00 middags al af wordt gevoerd. dat denk ik heel vroeg. Luc de Jong is een te ervaren feest. Ja, hoewel, heeft hij zoveel? Ja, hij heeft wel het een en ander meegemaakt al. Ik denk dat hij echt... vazen gaat koppen of zo. Dat mensen gewoon echt hele zware voorwerpen naar hem toe mogen. Gewoon wc-brillen en potten, weet je wel. Dat hij gewoon helemaal door het... Ja, goed. Even over Excelsior. PSV wordt dus kampioen. We gaan uitkijken naar de feestende Peter Bos. Excelsior, Tim, viel geblesseerd uit. Driehoes. Ja. Ja, we hebben destijds al gezegd dat het de kans van zijn leven was de transfer maken in de winter. Omdat hij vlak voor de winter een soort momentum had van 8 weken dat hij in 1 keer in vorm was en dat hij ging scoren. En het doemscenario is... nu geblesseerd raken en dan eventueel een transfer mislopen. Je zag het ook bij hem, hè? Want normaal ben je niet per se geëmotioneerd... tenzij je weet je kruisband scheurt. Dan zie je wel vaker spelers emotie tonen. Maar je zag het nu, zodra hij een pijntje voelde en wist... ik kon niet door, volgens mij was het hamstring... barst hij meteen een traan uit. Dus volgens mij heeft dit scenario ook heel hoog in zijn hoofd gezeten... van als ik nu geblesseerd raak, dan kan het wel eens eindigen. En dan raak je geblesseerd. Dan staan die spieren onder spanning. Ja, maar waar moeten we dat mee vergelijken? Dus, ja... Verwijs zijn voor de uitzending. Ik heb nog een metafoor voor deze situatie. Maar toen zat ik erover na te denken. Dan dacht ik, een metafoor moet wel een soort van gelijk aan deze situatie zijn. Maar dat is het niet. Dan slaan we dat ook. Maar Gijs, ik zou dus echt niet weten waar je dit mee kan vergelijken. Daar komen we volgende week misschien op terug. Gaan we door naar Volendam tegen Feyenoord. Vorige speelronde ontstak Feyenoord het waakvlammetje voor de titelstrijd. In Volendam werd dat vlammetje resoluut uitgeblust door de palingboeren. Zelfs Hans Kauw en een klein kwartier aan blessuretijd konden niet voorkomen dat Mio Bakhuis en zijn Volendamse kompanen voor de tweede keer dit seizoen de nul hielden. 0-0. Tim, hoe jammer vind je dit? Heel jammer, maar vooral voor Volendam. Ik vind het namelijk... ze hebben superveel moeite gedaan om een punt te halen tegen Feyenoord. Maar je hebt daar zo weinig aan. Dus... het kost enorm veel moeite, maar wat het oplevert is heel weinig. Hebben we hier misschien nog een vergelijking voor? Ja, maar dus, ze hebben namelijk nu 2 gelijke spelen achter elkaar... die ik allebei waar ik niet tevreden mee ben. Namelijk Almere City en Feyenoord. Ja. Die hadden ze mij allebei mogen verliezen. Maar snap je wat ik bedoel? Dus zij heel veel moeite doen en wat je krijgt is eigenlijk... je hebt er net niks aan. En ze hebben de competitie, de titelstrijd verpest. Ja, dus ook nog verschrikkelijk. Maar voor het algemeen belang was dit ook nog eens een heel slecht gelijkspel. Ja. Dus liever had je minder je best gedaan, maar gewoon verloren. Ja, zeker. Dan heel hard je best doen voor ook net niks. Dat je gewoon moet weten, gewoon choose your battles is toch al die uitspraak. Ze gaan nu heel erg hun best tegen Feyenoord. Dan hebben ze een 1 punt. En daar heb je dan gewoon uiteindelijk te weinig. Ik vind dat dan te weinig, die beloning. Maar speelden ze dan te weinig ook op de aanval? Vind je dan dat gewoon keeper mee naar voren, alles mee naar voren? Of dat niet? Nou, je kan het wel proberen. Ze moeten sowieso gelijkspel gaan bestraffen. Nou, of onmogelijk maken. Nee, ik zou het leuker vinden als ze het bestraffen. Dus gewoon dat de gelijkspel niet een punt is, maar een punt eraf. Dat je beter kan verliezen dan gelijk spelen. Oh, dat is wel goed, ja. Of gewoon eindigen met penalties. Ik denk alleen dat Cillessen dan... Als hij elke week penalties moet houden. Ik vond het wel leuk bij Volendam. Daar had je Vivaldo Semedo. Ja. Die nog op de paal schoot. Hij was er dichtbij. Maar dit is wel het beste voorbeeld, denk ik, van scouten op een type. Ze hadden eerst Zeefuik. Ja, ja. En ja. Semedo is echt... ik vind het eigenlijk precies zo'nzelfde soort hij is alleen type. Niet, hij is 19 ook. Hè? Hij is net wat ouder. Ja, net veel ouder. Ja, ze zochten net iets meer ervaring. Kousen net iets hoger. Ja. Daar moet hij nog aan werken. Ja. Maar ik had hem wel een doelpunt gegund. Ja. Is hij gehuurd van Inter? Udinese. Oh. Potato. Dit zijn heerlijke huurtransfers. Ja, ik ook. We hadden ooit bij Helmond Sport een huurspeler van AEK, geloof ik, Athene. Vond ik ook zo. Ja? Ik dacht van, hoe kan dit? Dit is een beetje, je had die Marcus Edwards, die ooit bij Excelsior heeft gespeeld. En die nu bij Sporting, volgens zeker, mij, het Michel, heel goed doet. Zeker. En die steeds in, misschien ook nog wel een grote transfer gaat maken. Semedo voelt wel een beetje zo iemand die over een paar jaar opduikt in Portugal of zo bij een grote club. En dan voor 40 miljoen naar Blackburn gaat, of? Heeft hij nou bij Volendam gespeeld? Ja. Dat is precies zo'n soort speler. Ja, vet. Semedo heet hij? Ja. Vivaldo. Vivaldo Semedo. Oh, okay.
Is Vivaldo zijn voornaam dan? Oké. Okay. Mooie naam, mooie speler. Ik moest nog heel eventjes... Arne Slot werd voor de wedstrijd gevraagd naar de situatie van Quilincy Hartman. En normaal gesproken is Slot altijd heel goed in precies weten wat hij zegt. En als hij dat in dit geval ook weet, is het een ongelofelijke masochist. Want hij maakt de situatie van Hartman met twee opmerkingen veel erger dan hij al was. Ik ga even kijken of ik ze kan vinden. Is de kruisbandblessure trouwens, weten we dat zeker? Of mogen ze over privacywetgeving niets over loslaten? Nee, ze communiceren dat hij toch gewoon dat het een ernstige knieblessure is en dat hij voor de rest. Kan ik aan de vraag stellen nog? Stel een vraag, maar niet aan mij. Oké, niet aan jou. Zondag, Feyenoord Ajax, vooruitkijkend. Michel, kan Feyenoord nog iets winnen? Ja, ik denk voor Feyenoord is winnen van Ajax altijd leuk. Pak even de bingo-kaart erbij, Tim. Het is een wedstrijd op zich. Maar het is geen derby, hè? Maar geldt een klassieker ook niet als... Nee, het is geen derby. Kan er niet op dat kaartje? Maar ik denk wel dat er mensen in de supermarkt tegen die spelers van Feyenoord hebben gezegd dat ze moeten gaan winnen. Maar denk je niet dat als het minder dan 3-0 wordt, dat mensen toch teleurgesteld zijn? Of maakt dat dan niet uit? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat het... Ik vond het ook een beetje een rare suggestie. Er waren mensen die zeiden van ja, dat Feyenoord nu niet gewonnen zou hebben van Volendam, omdat ze met hun hoofd al te veel bij de klassiekers zouden zijn. Dan denk ik, ja, overschat je Ajax wel een klein beetje. Ja. Ik denk dat ze hadden een beetje een off day. Dat heb je soms. Ja, dat wordt bij Tim. Heb je het gevonden? Ik heb het gevonden, ja. Twee uitspraken. Dus Hartman, die was woensdag weer aanwezig op de club. En Slot zegt, op dat moment was hij ook wel weer vrolijk. Maar we kunnen ons natuurlijk allemaal voorstellen dat hij 's avonds alleen op de bank zit en een heel ander gevoel met zich meebrengt. Dat is één. En twee, hij was al een heel erg goed seizoen bezig. Hij werd elke keer door Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij heeft daar zijn debuut gemaakt, scoorde meteen, speelde goed en iedereen was enthousiast. Het was niet uit te sluiten dat hij komende zomer een transfer zou maken. Als je dan weer zo'n zware knieblessure oploopt, dan doet dat wat met iedereen. Laat staan als je nog zo jong bent en het al meegemaakt. Jezus. Dus het voelde wel een beetje... Dit is zijn tactiek om hem voor de komende 4 jaar bij Feyenoord te houden. Ja, ik ga niet struikelen over zijn voornaam, wat ook altijd binnenkomt. Peter, noem Peter. Nee, als trainers hun spelers bij de voornaam noemen. Dan in zo'n verhaal, in een blessureverhaal, dat komt altijd ook nog veel harder binnen. Dat je denkt van, het is ook nog je maatje. Ja, Quilincy. Slim, dat was hem, ja. Slim, hè? Ja, toch een masochistisch slot. Goed, gaan we door. Feyenoord speelt dus gelijk en verspeelt zo officieus de kans op de titel. Gaan we door naar Heerenveen Twente. Was niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Na een schitterende minuut stilte voor Hermina van Dijk ontspon zich een even prachtige wedstrijd. De Tukkers kwamen tot 2 keer toe met 2 doelpunten voor. Maar Kees van Wonderen knipperde 2 keer met zijn ogen en de stand was weer gelijk. Na deze 3-3 vond ik een verfrissend eerlijke Robin Prupper ook nog opvallen. Mag ook wel eens gezegd na de wedstrijd. Pepijn, iemand anders die opviel was Pelle van Amersfoort, want hij scoorde een keer niet. Nee, nou ja, ik ga er naar kijken met de bril van Snijboon dat hij dus elke week beter... Niet van Bos. Nee, gewoon de rechtlijnige blik van Snijboon. Dat hij elke week beter zou worden. Maar hij scoorde niet. En ik heb gezien waardoor dat kwam. Want er kwam een artikel op NOS voorbij. Dat hij niet volledig bij het voetbal is. Omdat hij part-time boer is. Hij is 1 dag per week. Loopt hij stage op een boerderij. En dit is zo'n typisch voorbeeld van als het heel goed gaat met de speler. Dan is het zo van, het is heel leuk. Hij is niet alleen met voetbal bezig, maar hij heeft ook nog randzaken. Maar het is een jongen die breder geïnteresseerd is. En als het heel slecht gaat, dan krijg je zo'n verhaal van... focus je dan ook gewoon op het voetbal en focus je niet zo op de randzaken. Maar als je de beelden ziet, ja, ik kan het jullie even laten zien. Platte kar daar of niet? Dan rijdt hij de kalfjes op binnen. Maar, ik heb altijd het idee dat een platte kar iets met boeren is. Maar is dat... Ja, dat is nee, omdat hij vaak achter een tractor zit. Oh, dat was het, ja. Maar kijk hier, Pelle van Amersfoort die een kalfje aan het voeren is. Ja, dat is heel goed. Dit is zo echt... gebruikt hij geen fles daarvoor. Ja, goed. Maar verder de wedstrijd maar was... Maar dit is toch niet zo'n gevalletje. Als het niet goed gaat, gaan mensen zeiken dat hij 1 dag per week stage loopt bij de boer. Volgens mij Er is een scheidslijn met activiteiten die wel bekritiseerd worden. Namelijk rappen of heel vaak naar de kapper gaan. En er is een lijn... Waar dat stopt. Ik wil eventjes inbeken, want Pelle van Amersfoort, dat is toch ook een visser? En een jager, toch? Ja, een jager is die ook, ja. Visser ook? Ja. Hij jaagt op vissen. Ik zie hier
hier een stuk van Amersfoort. Voetbal met veel plezier, maar vissen is ook mooi. Dus hij is denk ik gewoon echt... En dat is van dit seizoen nog. Dus hij is part-time wel. Hij is echt actief op zoek naar een hobby. Dus hij is drie dagen per week iets anders aan het doen. Hij heeft een hekel aan voetbal. Part-time voetballer. Ja. Wat vet. Visser, jager, boer. En... Zou je bij jager al de grens trekken? Dat dat afleidt van het voetbal? Ja, dat denk ik wel. Ja, tenzij je echt bijdraagt. Je hebt soort van die jagers die echt voor de balans in de natuur. Ja. Voelt ook wel een beetje alsof hij in de middeleeuwen leeft. Visser, jager, boer. Zo'n Amish. En verzamelaar. Ja, dat is wel echt zo. Hij komt met zo'n mand met geplukte bramen komt hij naar de club om daarvan te eten. Stapt hij zo van zijn paard. Jute scheemschermers. Heel goed, we zijn erachter. Pelle van Aan voor de leeftijd in de middeleeuwen. Oh, wat goed zeg. Ja. Ik zoek naar nog meer metaforen, maar laten we hierbij laten. Klompen zou je nog kunnen doen. Twente Heerenveen dus 3-3. Twente wint een punt. Omdat AZ verloor, gaan we zo naartoe. Vuur maken in de rust. Nou goed. Klaar. Nu is het klaar. Pelle van Amersfoort is boer. Heerenveen Twente was een heerlijke wedstrijd. 3-3. Twente loopt een punt uit op AZ, waar we zo bij komen. Maar eerst gaan we een uitstapje maken naar buiten de lijn. Edwin, Kevin hier, buiten de spel. Ik hoor je nu vooral op stem, of niet? Oké, Edwin, buitenspel. Maar buitenspel, voor zover er al niet waren. Nemen jullie alle drie iets mee van buiten de lijnen. Michel? Aan jou de eer om af te trappen. Laat eerst even iemand anders voorbij komen van Pelle van Amersfoort. Oké, Tim, kom maar. Ik heb hem van meerdere mensen doorgestuurd gekregen. Sees Plezier, Ruben Kramer en Leon Zwinderman. Die stuurden allemaal door dat er in de Peruviaanse tweede divisie een Osama Bin Laden speelt. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Osama Bin Laden, maar op zijn Spaans Bin Laden. Ja, ja. Ja, wat is laden in het Spaans? Want dat is... Ze kennen ook geen... Het is echt altijd Bin Diesel, hè? Als hij in film speelt. Oh. Oké, Osama Bin Laden. Jiménez Lopez heet hij. En hij is vernoemd. Dat heb je misschien al een vermoeden. Nee, rot op. Jawel, hij is vernoemd. Naar González López. Hij heeft een broer die heet Saddam Hussein met 1 S. Dus de Spaanse spelling van Saddam Hussein. En hij heeft een zuster die heet Georgia Bush. Hè? Ja. Dus wel alle kanten van het conflict hebben ze in ieder geval meegenomen. Ja. En hij heeft hier zelf ook nog wat over gezegd. Maar ga nu maar even door naar Pepijn. Dan kom ik daar later op terug. Pepijn. Ja, de Cameroonese voetbalbond heeft een nieuwe trainer. Dat is Mark Brijs van OH Leuven. Aandelen Cameroen. Nee, het is alleen de Cameroonese voetbalbond was hiervan niet op de hoogte. Dus, was goed. In Cameroen is het zo dat het ministerie van Sport... die stelt de trainer aan voor het nationale team. Echt? En die hadden dat niet overlegd met de bond. Dus dat was gewoon op het journaal. En toen zat de bond zat thuis te kijken. En de voorzitter van de voetbalbond is Samuel Eto'o. Dus die heeft uiteindelijk via social media dan zijn ongenoegen uit. Dat hij zei, wij weten hier helemaal niks van. Dus maar dat hoeft toch ook niet? Dus de KNVB had geen weet van het aanstellen van Koeman. Nee, maar wie mag hem aanstellen, zei je? Ja, het ministerie van Sport. Precies. Ja, maar het gaat niet om de formele regels in deze. Snap ik. Dus overleg is handig, maar hoeft niet. Nee, het hoeft niet inderdaad. Nee. Hij is nu wel de trainer. Ja, ja dat is formeel gezien wel. Dus dat is niet een lekker begin in ieder geval. Okay, we wensen wel alle succes. Ik heb de uitspraak van Bin Laden. There is a person called Hitler, also in Peru. Jesus saved the world and there are Jesuses who do harm. Because there is an Osama who killed people, I don't think there has to be a law about the name. It draws a lot of attention from what I see. Maar volgens mij is het daar dus oprecht zo dat er ook echt mensen Adolf en zo genoemd worden. Omdat die dan te weinig weet hebben van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat een Europese naam krachtig klinkt of Duitse naam krachtig klinkt. Maar ja? Dit kan zijn dat het helemaal niet waar is. Dus. Maar dat gezegd weer wel vaak in de podcast. Dat is niet zo heel veel uit. Michel, ben je bijgekomen? Pelle van Amersfoort. Ja. Nicolo Napoli, dat is een oud-speler van Juventus. Die is in maart aangesteld als trainer bij het Roemeense Craiova. En dat is totaal niet bijzonder, want dit is al de 10e keer dat hij is aangesteld bij die club. 9 keer als trainer en 1 keer als technisch directeur. Maar wat denk je? 4 wedstrijden getraind, allemaal verloren. Dus deze week werd bekend dat hij is vervangen als trainer. Maar ik denk dat ze een beetje medelijden met hem hadden. Dus hij mag aanblijven als technisch directeur. En de grap is, zijn vervanger is Eugen Trica, als ik het goed uitspreek. En die wordt voor de 5e keer trainer van Cruijff.
Ze hebben gewoon, ze wisselen steeds af. Ze zijn wel loyaal. Hij is een beetje de Edward Sturing van Roemenië. Ja, vet. 9 keer aangesteld. Ja. Dat moet de record zijn, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Sturing 7 keer, toch? Interim? Volgens mij. Komt serieus aardig in de buurt. Komt aardig in de buurt, ja. Vet. Mooi verhaal. Gaan we terug naar binnen de lijnen bij Heracles tegen AZ. Jis Hornkamp heeft de minste Erve Asito-vrees van Nederland. Zijn 2 goals zorgden voor een record en droegen deels bij aan de krankzinnige uitslag van 5-0. Zo nadert de ploeg van Erwin van der Looy lijfsbehoud met rassesreden, terwijl AZ de Champions League tune steeds verder weg hoort klinken. Tim, jij stak maandag de loftrompet voor Martens. Een paar dagen later gebeurt dit. Ja, daar loop ik wel vaker tegenaan. Ik vind het dus wel leuk als er gebeurt een paar keer per jaar een uitslag waarvan je 100% zeker weet dat bij teletext een fout is gemaakt. Toch? Dus Heracles AZ 5-0. Ja, ik vind dat wel. Zonder rode kaart ook en zo. Zonder rode kaarten. Dus dat vind ik altijd leuk. Ja, Maarten Martens, ja, kut trainer. Ja. Zullen die wel weer van PSV? Ik wil het heel veel hebben over wat ik altijd super interessant vind, is als je voor de tweede keer een penalty mag nemen. Dus Jis Hornkamp scoorde die eerste best wel makkelijk. En die tweede kwam met Ryan naar hem toe. Om hem eigenlijk van zijn stuk te brengen, toch? Want je wil in iemands hoofd gaan zitten. En dan zei hij, you gonna do the same, vraagteken. Maar je gaat jezelf in verwarring brengen, toch? Nou ja, ik zat meer te denken van, als je één ding kan zeggen om iemand in de war te brengen, is dit toch het minst efficiënt? Je kan hele rare dingen zeggen daar, waardoor die speler in de war raakt, toch? Ik zou naar hem toe lopen en gewoon zo, zoiets. Dat je de hele tijd... Wat zei hij nou eigenlijk? Noppert ging toen toch naar Messi toe, maar toen dacht hij van, ja, die kan helemaal geen Engels. Nee, dus dat is geen nut. Maar dat je gewoon, of dat je zegt dat hij super knap is of zo, gewoon iets heel raars. Nee, het allerirritantste is als mensen zeggen, oh, weet je wat ik... Nee, laat maar. En dat hij dan, ik neem die penalty niet voordat je zegt wat je bedoelde. Maar nou, ook met You Gonna Do The Same, dan maak je het voor jezelf net zo moeilijk. Ja. Want dan denk je van, ja, gaat hij er nou wel naar luisteren of niet naar luisteren? Dat hij uiteindelijk, die Matthew Ryan was helemaal... Ja, die was helemaal van het padje af. Ja. Maar hij maakte er 2, serieus knap. En eerste Heracles ooit, met een doelpunt in zijn eerste 6000 bijna een recordje voor jouw boek. En ik denk ook eerste Heracles ooit met schemerschermers gemaakt door een fan. 100%. Toch? 100%. Dus Tim Breukers kan ze ook wel gemaakt hebben door een fan, weet je nog? Tim Breukers, die speelde daar toch rechtsback? Ja, die heeft toch een standbeeld of zo daar? Ja. Nee, hij heeft wel een van de meeste wedstrijden. Een van de meeste wedstrijden ooit. Klopt, ook goed klopt, record. Klopt. Ja. Nee, maar hij had dus was een fan blijkbaar die aan. Dus het is wel echt ongelooflijk niche. Dan heb je dus een fan die zeggen goed wij kan, hier. Nee, oké. Okay, een voetbalfan die kan goed is in designen. Die weet hoe je moet designen op een schemerschermer. En heel groot fan is van Jis Hornkamp. Ik denk dat er 1 is op de wereld. Ik zou wel, als ze die schemerschermers zouden uitbrengen, dan zou ik toch, het is zo niche dat ik hem denk ik toch zou komen. Net als dat ik ooit een lange mouwen shirt van Utrecht met Hans Somers achterop wilde. Dat is ook zo niche, die wil je gewoon hebben. Ja. Weet je wel, zo'n matchword edition die ze aan de straatsteden niet kwijt konden, maar toch wilde ik hem hebben. Nou goed, hij is in ieder geval lekker op dreef in Almelo. En AZ stelt wel meteen oorlog op zaken en hij heeft ook een nieuwe algemeen directeur. Marijn Zeeman komt over van Wielerploeg en Arno Vermeulen dus niet. Dus ik vroeg me af, welke ronde zou Arno gesneuveld zijn ongeveer? Zou hij ze wel gebeld hebben, denk je? Nou, hij heeft toch wel een sollicitatiebrief geschreven. Dat zei hij wel. Ik ga een brief schrijven, zei hij. Hoeveel belang als AZ heb je erbij dat ze bij NOS Sport positief over je club zijn? Ja, dus wel sowieso gesprek 1 uitnodigen. Dat denk ik ook. Ja, maar niet als allerlaatste laten afvallen. Nee. Want dat is ook kut. Dus ik denk ronde 2 of zo, dat ze dachten van, kunnen we hem nu laten? Ja, of je weet, als je mensen niet teleur wil stellen, dan doe je altijd een offer they will refuse. Weet je wel, dus dat we zeggen, Arno wil je heel graag hebben. En dat ze gewoon een baan aan hadden geboden waarvan ze zeker wisten of dat hij niet zou offeren. Of bij Arno kun je het ook omkeren van, wij willen jou natuurlijk dolgraag hebben, maar dat kunnen we in Nederland niet aandoen, want hoe moet het dan verder met NOS Sport? Want hij zegt, ja, daar heb je eigenlijk misschien wel gelijk in. Ja, vet. Nou goed, hij wordt het niet. Marijn Zeeman wordt het wel en we gaan kijken hoe het je vanaf brengt. De volgende club is nog altijd op zoek naar alles en iedereen. Dat is namelijk Ajax. Ajax speelde thuis tegen de Go Ahead Eagles met een klein aandeel in de goede prestaties van zijn voormalige club Go Ahead Eagles en heel veel aandelen in Ajax. Was de geschorste Alex Kroes de grote winnaar van het gelijke spel in de arena. De verguisde Anton Gai zette de Amsterdammers nog wel op voorsprong, maar een hele late goal van Bas Kuipers liet de Ajax-back van zijn roze wolk kukelen. 1-1. Michel, jij hebt boeken geschreven. Ja. Als je een feitelijk boek schrijft... Is dit het moment waarop ik mijn nieuwe boek ga pluggen? Dat is na de volgende deel van deze zin. Okay. Als je een feitelijk boek schrijft over dit Ajax-seizoen, dan moet je toch in de
fictieboekenkast zetten, of niet? In de boekhandel? Ja, ik denk het wel. Het is wel... Ik vind het echt dat het... Er is nu gewoon elke dag een nieuwe update. Net weer het nieuws over Michael van Praag. Ik denk dat morgen gewoon komt er het nieuws dat Lucky, mascotte Lucky de Lynx, dat hij een drugskartel heeft in Mexico. Of zo. Nee, dat was een net beetje... al. Stond net al. Oh, was net al. Ja, ja. Maar het is echt gewoon elke dag. En je weet natuurlijk ook dat deze hele soap met Cruz, dat gaat nog heel lang voortduren. Nou, nu dus kennelijk ook een soort soap met Van Praag. Als jij met dit boek naar je uitgever gaat, dan zegt ze, doe een beetje één sausje minder erover. Ja, maar het is dit gelooft echt, niemand. Als je het allemaal op een rijtje zet wat er allemaal in één seizoen is gebeurd. Laat staan als je nog anderhalf seizoen of twee seizoenen terugblikt. Ja. Overmars, Promes. Het is ook echt als je nu de opstelling ziet van Ajax, zeg maar, hoe ze begonnen en zeker hoe ze eindigden. En je vergelijkt dat met 2 jaar geleden, dan denk je toch ook echt, het is hier in hemelsnaam gebeurd. Ja. Ja. Het rapport Misnitat is nog niet af. Of het volgende rapport moet dan weer getikt worden. Dus een beetje de World Trade Center. Dan begonnen ze bovenaan met ramenlappen. En als ze onder waren, moesten ze weer naar boven. Ja. Omdat die ramen weer vies of waren. Of Ronald Reagan, die dan 's ochtends ging scheren. En als hij 's avonds een diner had, moest hij weer scheren. Omdat hij zo hard zijn baard... Oh ja? Ja? Is dat als je veel testosteron hebt? Denk het wel, ja. Ja. Ja, niet maar, als het weinig is. Ja, want dat KPMG-rapport over Misnitat, dat ligt ook al klaar. Ja. Volgens mij was het persbericht ook al een beetje af. Maar ze dachten van, nou, dat is misschien wat te veel, ja. Wat te veel nieuws voor... Maar is dat nieuws wat je naar buiten wil hebben of niet? Want anders is het natuurlijk wel top dat dit gebeurt. Ja, je zei dat KPMG... Oh, daar hebben we het 2 weken geleden al uitgebracht. Maar, niemand, zeg maar, dit is maar een goede, het is toch hoe dan ook rookwalk. Niet nieuws dat je naar buiten wil hebben. Want als blijkt dat misschien dat niks fout heeft gedaan, dan hebben ze hem eigenlijk te snel weggestuurd. Of dan is er eigenlijk... Dan staat dat niet echt goed af op Ajax. Als hij wel iets fout heeft gedaan, heb je hem niet goed genoeg gecontroleerd. En heb je de verkeerde man binnengehaald. Dus dan staat het ook slecht af. Hij moet het een beetje fout hebben gedaan. Dat is eigenlijk de uitkomst. Precies hebben gedaan wat we denken dat hij heeft gedaan. Maar Gijs, ja. Ik vind het... Nee, Michel moet eerst zijn boek promoten. Ja, ja, oh, dat gaan we eerst even doen. Ja, 2 juli ligt mijn nieuwe boek in de winkels. En het heet De Koning van de Nacht op zoek naar Ronaldinho. Hoe heet de auteur? Michel Dodeman. Nice. En je kan hem nu al... Wat is de titel? De Koning van de Nacht op zoek naar Ronaldinho. Leuk. De Koning van de Nacht was zijn bijnaam in oh, Barcelona. Dacht dat je jezelf... Ja. Heel vet zou dat zijn. Ik zie... Heel goed. Kunnen pre-orderen zijn? Ja, je kan hem pre-orderen bij bol.com, Bruna, je lokale boekhandel. Overal. Heel goed. Leuk. 2 juli. Dat is goed. Of pre-orderen. Dat is goed nieuws. Maar Ajax, jongens, we moeten... Kijk, ze doen het zelf niet, dus wij moeten ze even helpen. Ajax is toe aan goed nieuws, dus ik ben eventjes... ik heb even mijn recruitment pad opgezet, functieprofiel opgesteld en ik heb een nieuwe algemeen directeur gevonden. Ik neem jullie heel veel mee door het functieprofiel. Ik heb 10, hoe noem je dat? Eigenschappen? Ja, dat is het woord, niet helemaal. Wat ik kwalificaties? Ja, 10 kwalificaties. Nederlandstalig. Ja, eens? Mm-hmm. Ja. Voetbalverstand? Eens? Ja. Ja. Geen Ajax-DNA. Lijkt me ook wel een keer verfrissend daar. Daar heb ik wel bewust voor gekozen, maar ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn. Ja. Ja, kan. Ja. Oké. Okay. Leidinggevende ervaring. Ja. Ja. Moet, hè. Weet hoe de hazen lopen in de voetballerij. Toch? Bellen van Amersfoort. Iemand die ook zijn ogen niet sluit voor hoe het bij andere sporten eraan toe gaat. Toch? Ja. Ja. Ik bedoel, innovatie, et cetera. Mm-hmm. Niet bang om commentaar te geven als de situatie daarom vraagt. Is bij Ajax ook wel van belang. Mm-hmm. Ik ben heel bang dat je bij Arne Vermeulen gaat uitkomen. Maar... Dat kom ik ook. ik maak hem nog even af. Iemand nemen voordat AZ hem neemt. Niet bang om zelf voor de camera te gaan staan. En de laatste gewend aan de onveilige werksfeer. Ja, Arne Vermeulen is de ideale directeur voor Ajax. Ja. Ja, ja dat kunnen we NOS niet aandoen. Nederland niet aandoen. Nee. Maar het gaat toch dus gebeuren. Wordt de crisis bij Ajax nooit opgelost? Nee. Alleen Arno kan het. Ik zag trouwens dat André Kuipers zat op de tribune. Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik dat ESPN-titelbalkje zie me dan ruimtevaarder. Dat had ik nog nooit gezien. Ja, Ali Moussa van. Oh, wat goed, ja. Oh. Hij was speciaal teruggekeerd naar aarde om Ajax een keer uit te lachen. Binnenkort gaat hij weer. Het is echt ongelooflijk. Maar meestal zijn gode, ze een gouden zoden. Met hij heeft data. Alles gezien, maar dit had hij nog nooit gezien. Als je soort van een absurde statistiek met André Kuipers is dit zoveel meter van de arena geweest als eerste mens op aarde, weet je wel.
Ja, maar kijk. Dit is dus waarom ESPN, die moeten gewoon zulk soort records eronder gaan zetten, ja, om zichzelf niet serieus te nemen. Ja, dus als enige man op aarde 23 lichtjaren van de arena geweest ooit. Ja. Ja. André Kuipers, dat is gewoon leuk. En oom van Bas. Ja, dat stond er ook. Dat stond serieus. Ruimtevader / oom van Bas Kuipers. Ja, ja, ja. Oh, wat goed. En waarom zat hij daar? Voor het eerste of tweede? Tweede, toch? Ja, voor het tweede. Ja. Nou, echt goed. Ja, heel vet. Nou, het werd in ieder geval 1-1. Ja, is dat nog verrassend? Je gunde op zijn minst Anton Gaij. Even, dan dat moeten match wij nog een oordeel geven over dit hele gebeuren met die aandelen? Of het nou ergens op slaat? Ik heb daar geen verstand van. Ik heb er ook helemaal verstand niks van zeggen. Nee, dan gaan we dat niet doen. Nee. Michel, jij ook niet, hè? Nee, nou ja, ik wel. Als enige hier aan tafel. Ja, en als koning van de nacht. Maar ik ga toch niks. Koning van de nacht is ook wel een beetje Paul van Loon, zat ik te denken. Ook schrijven, heel leuk. Nou goed, Ajax, Go Ahead. 1-1, Go Ahead blijft 7, Ajax blijft plek 5. En dat wordt nog wel spannend, tot die strijd op plek 5. Met NEC hijgt in... Maak hem maar af. De NEC. Ja. Die speelde namelijk uit bij Fortuna Sittard. Het was één richtingsverkeer richting het Nijmeegse doel in Sittard. Maar een woedend glimlachende, uitblinkende Sillissen ranselde er bijna alles uit. De Meijermobiel reed in de tweede helft heel even tegen het verkeer in en kwam op voorsprong. Maar Fortunees Kai Sierhuis gooide weer een keer raak. 1-1. Michel, hij heeft een record te pakken, hè, Kai? Ja. Is dat zo? Oh ja, ja. Sorry, dat heb ik net naar je doorgestuurd. Ja, eerste Fortuna Sittard-speler die speler van de maand is. Ja. De Eredivisie speler van de maand. Ja. Hij heeft volgens mij 5 goals en 2 assists in hem. Ja. Ja? Ik zou denk ik hem of Lammers zou ik allebei prima. Erg ik vind, leuk. Ik vind allebei echt goede spelers die volgens mij heel veel pech hebben gehad met... In mijn hoofd is Lammers veel beter, maar Kai Sierhuis is denk ik beter. Ik denk dat het elkaar niet zo heel veel ontloopt. Maar ik denk allebei dat ze echt perfect zijn voor de Eredivisie en dat ze gewoon heel veel pech hebben gehad met clubkeuze en fitheid. En ik vind ze allebei echt goede spelers. Ik vind Lammers nog wel iets verfijnder. Ja. Ja, en ik ben sowieso fan van grote spitsen. En Lammers is wel groter en is inderdaad ook nog technischer. Dus die zou ik dan in ieder geval eerder nemen. En bij Sierhuis heb ik het idee dat dit... Nou, sowieso wat hij nu laat zien, dat zijn top is. En bij Lammers heb je altijd het idee van, het komt er niet helemaal uit. En wat bij AZ, heb je liever? Dat is de vraag. Ja, en bij AZ, maar bij AZ heb je wel het idee dat het er bij iedereen op een gegeven moment wel uitkomt. Het is voor een club als Fortuna wel zo fijn als er één zo'n speler gewoon zo'n seizoen heeft. Want dat is miljoenen cashen. Als ze het een beetje slim doen. Ja, ja, plus handhaven. Blind. Ja, dat had ook nog moeilijk kunnen zijn zonder zo'n speler. Klopt. Halilovic speelde ook weer een keer. Was ook weer geweldig. Ik vond echt die no-look pass. Ja. En dan nog een bal met de buitenkant die voet. Heb ik niet gezien. Echt voor, ja, zo'n beetje in zijn... Hij is toch best leuk. Ja, ja. Ja, ja, wel. Ja, ja, okay. Ja, maar kom er maar eens op. Ja. Hij had ook een pleister op zijn neus, hè? Oh ja? Een beetje een trouner pleister. Dus hij gaat het nu echt serieus nemen. Maar het is wel knap gedaan bij Fortuna. Dat hele beeld. We hebben ze vorig jaar echt meerdere malen uitgelachen. Gewoon en terecht om ook. Ja, 100% terecht. Om dat hele beleid. En nu staat er een best wel heel sympathiek team. En ze doen, ze doen het lekker. Ze zijn gewoon keurig tiende. Complimenten. En de zeep pakt ook het puntje. Kruipt gelijkmatig aan Ajax. Naar de bovenkant van de Eredivisie. En kijkt vooral uit naar de bekerfinale. Tim, maken wij een uitstapje naar jou. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Hij is ingestuurd door Timo Vasens. Ik moet hem even goed vertellen. Maar ik ga eerst beginnen met een soort clickbait-achtige titel, zodat jullie denken, what the fuck. Oké. Okay. Newcastle heeft ooit een wedstrijd gespeeld met 11 man tegen 0 en verloren. What the fuck. Jezus, man. Vertel eens. Oké. Okay. Ik ga dit nooit meer op deze manier doen. Het ging ooit heel slecht met Newcastle en... De trainer die had dan bedacht dat ze shadowplay gingen spelen op de training. Ja. Ken je dat? Ja, ja. Dus 11 tegen 0 om een beetje doelpunten te maken. En, dat hebben wij ook nog wel eens gedaan volgens mij. Ja, ja, ja. Echt waar? Ja, ja. Oh, jullie kennen het. Nou, ja. Dan is het iets makkelijker praten. Een soort LARP is dat, weet je wel? Ja, zo ongeveer. Ja. Maar... Oh, elleboog. Dus 4-4-2 speelden ze. Op een gegeven moment afgetrapt naar middenvelder. En het is de bedoeling dat je naar voren gaat. Hè? Middenvelder draait terug. Verdediger speelt aan. Een verdediger die... ja, ze zaten niet lekker in. Onzeker. Speelt terug naar de keeper. Keeper als zijn handschoen aan het aandoen. Bal rolt erin.
Dus die trainer met zijn handen, met zijn gezicht, begraaft hem in zijn handen. Fucking hell, boys, we're shit, man. We're getting beat 1-0 and we ain't playing any fucker. Dus Newcastle heeft ooit met 11 man verloren tegen 0. Heel vet. Ja. Leuk. Goed, gaan we door naar Vitesse tegen Sparta. De twee oudste ploegen van de Eredivisie. Eentje ervan beleeft de zoveelste jeugd. Terwijl de ander volgens nog een leven wordt gehouden door constant verlies van Excelsior en Volendam. De jongeren van net 136 jaar slalomden jeugdig en fris om de palliatieve Vitessenaren heen. En scoorden er weer 4, ook na vorige speelronde. 1-4 dit keer. Pepijn Sturing werd na afloop weer geïnterviewd. Hij krijgt elke week dezelfde vragen, maar elke week hetzelfde antwoord. Heeft geen zin om de handdoek te gooien. Nee, maar ik heb heel sterk het idee dat hij die uitdrukking niet kent. Dus dat hij denkt van het wordt als een soort van suggestie aangedragen van heeft het zin om de handdoek in de ring te gooien? Dat hij denkt, nee, tuurlijk niet. We moeten gewoon gaan voetballen. Want hij weet niet dat de handdoek in de ring gooien betekent dat je op moet gaan geven. Want het begint er toch wel ernstig op te lijken dat het gewoon maar beter is dat Vitesse het voetbal in ieder geval opgeeft en zich gaat focussen om die club een beetje in leven te ik houden. Ik zie nu Edward Sturing die uit de douche komt en ik weet zeker dat hij altijd een net te kleine handdoek heeft. Toch? Niet te groot in ieder geval. Nee. Ah. Ben je het met me eens of niet? Voel je? Nee, als ik deze door blijf gaan, ik weet het zeker dat het nooit zijn rug afdroogt. Weet je, je hebt ook van die mensen die dan kletsnat gewoon een t-shirt. Ik denk dat hij zo'n legerhanddoekje heeft, zo'n zelfdrogend ding, zo'n heel kleintje. Oh, zo, die zo heel stroef over je arm ook mee kan nemen. Ja. En die hangt hij dan uit zijn auto omdat het droogt met één hand zo. Oh, arme Edward, wat heeft hij het zwaar. Maar je hebt toch ook als je een handdoek uit het raam gooit of uit het raam houdt tijdens het rijden, dan denken mensen dat je naar het ziekenhuis moet als iedereen dan aan de kant gaat. Oh ja? Ja. Is dat echt zo? Ja, of een wit shirt of zo. Dat is volgens mij zo'n teken. Ah. Dat is een witte of een zwaailicht op het dak. Dat is... ja, precies. Hij schreeuwt aan de kant. Ik moet naar het ziekenhuis. Als je dat schreeuwt, dan schijnt dat iedereen aan de kant. Jongen, Paul de Pla wordt zo woest om deze uitzending weer. Maar ja, het is fijn. Dat maakt niet uit. Maar het is, ik heb echt wel medelijden. Ja, maar ik heb te doen met Sturing. Maar ik geloof ook wel dat zijn manier van voetbal benaderen, dat echt jaren 90 is. Zeg maar gewoon zo van, we moeten keihard werken. En als spelers er niet 100% bij zijn, dan rotten ze maar op. Weet je, zo dat gevoel. En ik heb dus het idee dat hij is zo vaak interim geweest. Je zegt toch wel eens over trainers van, die hebben een beperkte houdbaarheid. Zeg maar, die manier van trainen, op die manier, dat werkt altijd maar voor 1 of 2 jaar. En dan moeten ze door naar een andere club. Maar ik heb het idee dat bij een interim trainer, dat op een gegeven moment het kunstje ook is uitgewerkt. Dus als hij voor de 7e, 8e keer terugkomt, weer met dat, we moeten hard werken en kaart erin klappen en dit en dat, dat die spelers op een gegeven moment denken, ja, ook al hebben ze niet eerder met hem getraind, dat toch zoiets uitstraalt van dat er een soort van wonderdokter komt die ons heel hard laat werken en dan gaat het wel lukken. Het lukt niet. Deze benaderingswijze bij dit team heeft helemaal geen zin. Ik vond het ook wel tekenend hoe die Hajimoussa, die had zich ziek gemeld, geloof ik, afgelopen week. Nou, hij is een paar keer te laat gekomen. Is natuurlijk bezig met zijn transfer naar Feyenoord. Dat vond ik ook helemaal niet. En toen, mede door de Ramadan, geloof ik, dat die niet lekker in orde was. En Sturing was er helemaal klaar mee. Maar ik denk, ik snap het helemaal. Ik snap helemaal dat je er klaar mee bent. Maar hij is de enige speler die je op miraculeuze wijze nog in kan gaan houden. Maar jij hebt altijd gezegd, of nou ja, dat ze erin zouden blijven. Ja, maar gaat ik begin nog lukken? Ja. Kijk, dus hij moet niet die handdoek gooien. Hij moet echt niet die handdoek gooien. Maar klein handdoekje ook. Nee, ik moet denk ik een keer terug gaan komen op een uitspraak van mezelf. Oké, dat is niet erg. 5 punten op Excelsior, play-off plek. En 7 punten naar RKC. Directe handhaving. Sparta won in ieder geval met 1-4. En blijft zo stevig 9e. En ook nog in de race om de play-offs. FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Maar weer eens een Roljans derby. Dit keer tegen Zwolle in een ambiance om, volgens de commentator, de vingers bij af te likken. De eerste helft kon je likken wat je wilde, maar het smaakte naar niks. De tweede helft, door toedoen van 3 Utrechtse invallers, smaakte naar veel meer. Voor Utrecht een zalige helft leidde tot een 5-1 overwinning. Aan de hand van Mark van der Marel. Michel, hoe moeten we omgaan met Mark van der Marel? Want hij werd zo erg in het zonnetje gezet dat het bijna zielig was. Het leek alsof hij een keer mee mocht doen. Bij een pot pindakaas had hij een ticket gewonnen, dat hij een keer een helftje in mocht vallen. Maar het is gewoon een best goede voetballer. Ja, is het ook. Nee, maar dit is natuurlijk heerlijk. Want je hebt altijd, tenminste ik ken het vooral van films en series, als iemand dan 65 is of nu 67. Dat je dan zo de hele dag in het zonnetje wordt gezet op kantoor. En dat iedereen een taart kookt voor je en zo. En dat er je de hele dag wordt toegezongen en er zijn slingers. En hij heeft dit nu gewoon nog 2 maanden. Inclusief play-offs. Dus nee, het lijkt me heerlijk. En ik vind het dan ook zo leuk dat
Maar hebben ze het niet te vroeg? Dit is toch veel te vroeg? Het is wel vroeg. Het is wel erg vroeg, ja. Maar hij doet het ook gewoon goed. Dus dan is het wel terecht. Kijk, het is erger. Wat ik altijd het allerergste vind. Als een speler zijn laatste wedstrijd speelt. En iedereen probeert om hem een goal te laten maken. En het lukt niet. Oh, ja. Dat vind ik zo gênant. En dat is hier niet aan de hand. Dus dat is wel fijn. Het voelt wel een beetje als het niet gaat lukken. Nee. Dat zo die spelers bijna naar buiten komen in een stadion. Dat die tune dan begint. Dat iedereen zult uit de klap. En dat het dan nog net te lang duurt. Zo dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Van ja. Blijf maar doorklappen. Zo. Ja, het is wel echt vroeg ingezet. Je moet het eigenlijk ook niet zo vroeg doen. Want anders dan straks dan zegt hij nog van... Ah, het is zo leuk. Ik blijf nog een jaar. En dan volgend jaar is het helemaal niet leuk meer. Hij twijfelde nog wel een beetje, zei hij voor de grap met de knipoog. Maar hij stopt er na dit seizoen in ieder geval mee. Utrecht won met 5-1 van PEC. En blijft zo op jacht naar plek 7. Naar het plek 7 van FC Utrecht. Daar 2 puntjes achter de Go Eagles. Waar PEC Zwolle op plek 14... blijft staan en vrij veilig is met 28 punten. Maar je weet het nooit. Gaan we door naar de laatste wedstrijd. Dat is RKC tegen Almere City in de fietsenstalling. Gebeurde er vrij weinig. RKC was beter, raakte de paal, maar scoorde uiteindelijk niet. Zo werd het 0-0. Strompelt RKC een klein beetje weg van de na-competitiestreep. En strompelt Almere dichter bij een seizoen Eredivisie. Tim, ik zat te denken, kan het... Je hebt wel eens kampioenskoorts en dat soort dingen. Kan het zo zijn dat je handhavingskoorts hebt? Kan Almere zoiets hebben? Want ze komen maar niet bij die 34 punten. Ik denk dat dat wel kan. Volgens mij heeft het vooral te maken met iets dat je nog nooit eerder bewerkstellig hebt. Dan kan je dat gewoon moeilijk imagineren, moeilijk voorstellen dat dat ook echt gaat gebeuren. En ik vind het een best interessante taak voor de trainer Alex Pastoor, die dat namelijk wel al vaak heeft meegemaakt, of je dat gevoel dan kan overbrengen. Maar ik denk, ja, ik weet niet. Alex Pastoor is wel zo'n type trainer, dat heeft Peter Bos heel erg, dat heeft Arne Slot heel erg, die hebben... zo'n aura van zelfverzekerdheid om zich heen... dat je ze wil zien spartelen. En dat is niet omdat ik ze iets misgun... maar meer omdat het als neutrale voetbalkijker maakt dat het veel leuker. Van Amersfoort leuker. Wil dat ook altijd heel graag. Nee, dat is zo. Bij Arne Slot wil je een keer aan het werk zien als het niet goed gaat. Ja, omdat nu is het allemaal te gelikt en te makkelijk. En bij Peter Bosz dat misschien ook wel een beetje zo. En Alex Pastoor heeft dat ook helemaal over zich. Dus ik wil best dat Almere erin blijft... maar het mag van mij nog wel even zo... nog steeds net niet zijn. Ja, ik ben het met je eens... maar ik vind het toch een verrijking. Een soort van als ik nu al de conclusie mag trekken, is Almere City gewoon toch een verrijking. Ja, maar ook door Alex Pastoor ook. En toch? Ali de Aap. Ja, ja. Ali Pastoor. Ik vond het heel leuk dat Etienne Vaas op 1 april bekend maakte dat hij international van Suriname wil heel worden. Goed dat je dit zegt. Want het is namelijk inderdaad, het heeft alles van een 1 april grap. Maar dat was het niet. Nee, dat was het niet. Nee. Maar dan, ik denk dan ook, ja, wacht dan gewoon een dag. Er zijn nu, dat hebben ze bij Ajax wel gedaan. Ja, dat maakt ze op dinsdag bekend. Ja, ja. Maar Van Praag hadden ze dan wel vandaag gedaan. Maar wel heel leuk. Zijn vader is half Surinaams en zijn opa geloof ik geboren in Paramaribo. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik vind het gewoon zo grappig dat je dat... Waarom op 1 april? Ja. Er was helemaal geen reden voor. Maar dat maakt misschien het nieuws nog extra. Dat iedereen dacht dat het grappig was. Ja, want ik had het dus ook helemaal gemist. Maar ik denk dat het verder ook niet echt was opgepikt. Hij vond het zo normaal. Dat hij zei, hoezo zou dit een grap zijn? Ja, of dat Etienne Vaassen gewoon iemand is die 1 april... Gewoon een normale dag. Ja, dat is wel echt een heel leuk interview, hè? Een soort snijboon. Ja, inderdaad, ja. Dat ze aan hem vroegen of hij al wat Surinaams sprak. En dan zo oerhot. Van Wakka, broeder. Vet. Nou, hij gaat met Stanley Menzos naar bondscoach, geloof ik, toch? Ja. Gaan ze WK kwalificatie spelen. Echt leuk. Als het goed is wel. Ik zie dus af en toe wel eens op die opstellingen van zowel Suriname als Curaçao. Ah, Curaçao. Oh nee, Nederlands. Ja, nee, ja. En echt zalige selecties hebben die. Ja. Maar wordt ook steeds beter. Vooral ook Curaçao wordt eigenlijk elke interland speelronde krijgt die gewoon een beter team. Ja, vet. Dus het staat in de regels. Ja. In Suriname wilden ze er eerst volgens mij niet zoveel van weten. Van die uit Nederland die dan wel weer voor Suriname uit wilden komen. En nu is dat eenmaal zeg maar, gedraaid. En dan willen ze gewoon denken van nou, als we die talenten binnen kunnen halen, dan zit er straks gewoon een WK in. Echt vet. Super vet. Nou goed, allebei een punt ook. Dus RKC een puntje verder weg van Excelsior. Staan nu 15e met 2 punten voorsprong. En Almere zit hier een puntje dichter bij 34. Staan nu op 32. Dat was de 28e speelronde, jongens. Midweeks, vrijdagavond, zijn er gewoon. Dat betekent dat we over ongeveer 72 uur hier weer zitten. Ben ik waarschijnlijk nog steeds wakker. Ja. Koning van de nacht ook. Koning van de nacht. Koning van de nacht. Maandagavond zitten we hier weer, want dat is speelronde 29 geweest. En zullen we die uitgebreid nabeschouwen. Tim, dankjewel voor de vrijdagavond. Komt nu wel dichtbij, het einde. Ja. Ja. 28 vind ik dan toch weer... Ja. Is toch bijna 30. En zo is het. Ja. Heel goed.
Zeg dat maar eens tegen... Ja, graag gedaan, Gijs. Pek Zwolle heeft bijna 30 punten. Pepijn, dankjewel dat je bent vrijdagavond. Ik hoop dat je een beetje kan tukken zometeen. In de auto. voor de luisteraar, hij heeft geen chauffeur. Michel, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Ga dat boek pre-orderen. Ja. Ja. Koop een boek. Koning van de Nacht. Wat was het? Ja. Koning van de Nacht. Op zoek naar Ronaldinho. Op zoek naar Ronaldinho. Komt dat pre-orderen en anders op... Wacht even tot 2 juli, dan kan je meteen vanuit de boekhandel sprinten. Nee, komt er nog een boekpresentatie? Ja, dat denk ik wel. Misschien hier? In Sao Paulo. Ja, dat zou heel vet zijn. In de favela. Koning van de Nacht in de favela op zoek naar Ronaldinho. Nou goed, ga dat pre-orderen. Michel, dankjewel. Hopelijk tot de volgende keer. Tim Pepijn, misschien tot maandag, misschien niet. We gaan het zien. Kijkers, luisteraars. Ik wilde zeggen donderdag Eredivisie Erfgedeelte, maar het is niet zo. Gisteren Eredivisie Erfgedeelte. Gaat dat zien en luisteren. En dan maandag... Doe nog even je koptelefoon op. Hij was gezellig dat hij was. En dan zijn we maandag weer met Speel de 29. Goed weekend! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.